jullie eerst wil meenemen om iets te vertellen over wij zijn. Want het is zo dat wij inderdaad vanuit cliëntenondersteuning en mantelzorg jullie iets willen gaan vertellen. Maar wij vallen als collega's vanuit cliëntenondersteuning en steunpunt mantelzorg onder de grote welzijnsorganisatie Wij Zijn Traverse Groep. En hierin wil ik jullie iets vertellen over natuurlijk de achtergrond van deze organisatie. Het is zo dat wij zijn Traverse Groep werkzaam en actief is in 7 gemeentes. Zoals jullie kunnen lezen, er ruim 160 medewerkers in dienst zijn bij Wij Zijn Traverse Groep uit vele disciplines. En dat we meer dan 600 vrijwilligers hebben die hierin ook actief zijn binnen onze organisatie in de ondersteuning van klanten. Van daaruit is het zo dat de hoofdlocatie in Berg op Zoom zich bevindt. We inderdaad het kantoor aan de Jacob Oprechtlaan hebben. Waarbij inderdaad ik jullie nu wil meenemen in het gedachtegoed zoals we werken. Het is zo dat wij een missie hebben en dat we eigenlijk geloven in de kracht van alles en iedereen die in ons zit. Waarbij we inderdaad elkaar gaan gebruiken in die kracht om de sociale samenhang te verbinden. En om dat ook te benutten. En dat is gezien onze samenleving en vooral nu in coronatijd een hele uitdaging, maar die gaan we niet uit de weg. Want we zijn er eigenlijk voor alle burgers, omdat iedereen ertoe doet, zoals het er ook staat. Daarbij is het zo dat we eigenlijk onze activiteit richten op de welzijn. En daarbij is het eigenlijk, hebben wij de opbouwwerkers bijvoorbeeld in de wijken zitten, die eigenlijk dingen signaleren. Waarbij we vanuit mantelzorg, maar ook cliëntondersteuning, maar ook schuldhulpverlening, dus aan preventie doen en aan vroegsignalering. En de maatschappelijke werkers, maar ook de maatschappelijke opvang bijvoorbeeld, ondersteuning en begeleiding bieden aan alle burgers wonend in deze gemeente. Waarbij de kernwaarde van, van ons werken eigenlijk is verantwoordelijkheid te nemen. Samen sterk te staan door vooral ook de samenwerking op te zoeken. Dat we daarin betrouwbaar als partner zijn, maar ook naar de klant toe. Maar zeker ook integer, dat we inderdaad onze plek daarin weten. Nu wil ik jullie inderdaad meenemen in de schets die hier staat. En daarbij inderdaad aangeven dat we eigenlijk vanuit die kernwaarden, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid en samenwerken, eigenlijk de werkwijze zijn gaan starten vanuit de beweging die eigenlijk ingezet is in 2015. Waarbij er toen een soort decentralisatie heeft plaatsgevonden. Toen zijn eigenlijk de wetten, de jeugdzorgwet, de participatiewet en de WMO van start gegaan. Hiervoor zijn de gemeentes verantwoordelijk geworden. Daarin is eigenlijk de visie dat eigenlijk de zorg zoals die is te duur wordt. En we inderdaad met elkaar moeten kijken naar hoe we met elkaar de verbinding kunnen maken. Maar daarin ook juist het kostenaspect zo goed mogelijk financieel kunnen borgen. Wel gekeken vanuit de klant. Dus inderdaad wel de klant middenin. Waarbij er inderdaad vanuit het stukje leefgebied, vanuit ondersteuning, vanuit waar de klant woont, ook de kracht moet komen. Dus eigenlijk wat ik wil zeggen is eigenlijk dat we moeten kijken naar alle kapitalen die er zijn van een mens. En dat is zowel zijn sociale kapitaal, dus wat is het netwerk om de burger, om die inwoner heen. Spreekt hij ook de taal goed? Kan hij digitaal vaardig mee in deze samenleving? Is hij economisch draagkrachtig? Heeft hij genoeg inkomen of moet hij daar hulp bij hebben? En wat is eigenlijk zijn persoonlijke kapitaal? Dus heeft hij ook kansen op de arbeidsmarkt en kan hij die ook benutten? Dat is eigenlijk de visie waar we eigenlijk naar moeten kijken. En dan in de wijk waar die woont, dus waar die zich bevindt en in het netwerk wat hij daar om zich heen heeft. Van daaruit is het zo dat wij als Wij Zijn Traverse Groep eigenlijk kijken naar de mens in zijn geheel. En daarbij ook zeker de samenwerking en de hulp en de ondersteuning van elkaar. Zo ook van jullie als Pers Eerste Lijns Netwerk met al jullie kwaliteiten opzoeken om dit voor elkaar te krijgen, zodat die burger vanuit zijn eigen kracht zijn eigen leven kan leiden.
met wat ondersteuning daar waar nodig is. En daarbij is onze slogan dan ook: samen krijgen we meer voor elkaar. Het is zo dat wij dat eigenlijk doen vanuit de visie positieve gezondheid, waarbij we inderdaad ons focussen op verschillende maatschappelijke vraagstukken. En daarbij denken we bijvoorbeeld aan de armoede en schuldhulpverlening, maar ook de eenzaamheid, zoals nu in de week van de eenzaamheid ook is. Ziektes die van groot belang zijn en grote invloed hebben op onze samenleving, zoals dementie. Maar nu ook corona, waarbij mantelzorg natuurlijk ook heel erg noodzakelijk is en de rol die dat speelt. Maar ook de dakloosheid die dat bijvoorbeeld nu met zich meebrengt. En hoe doe je dat in de maatschappelijke opvang en hoe ga je deze mensen ook weer een plekje geven in de samenleving. Waarbij ik wil aangeven dat we binnen Bergen op Zoom, dus eigenlijk de gemeente hebben opgedeeld in 5 teams binnen de wijken. En deze teams hebben eigenlijk alle disciplines in zich binnen zo'n team. Een maatschappelijk werker, een opbouwwerker, iemand van ouderenadvies, iemand van cliëntondersteuning. En die werken eigenlijk samen in die wijk met die klant en in dat wat er daar nodig is. En zo hebben we eigenlijk naast de 5 wijken die opgedeeld zijn, ook nog een 6e team. En dat is een breed ondersteunend team, waarbij je moet denken dat daar zit bijvoorbeeld activiteit en beweegwijzer. Steunpunt mantelzorg zit daaronder als breed ondersteunend team. Maar ook kind aan huis en spelend opvoeden bijvoorbeeld, die daar dragend overheen bij alle teams kunnen invliegen daar waar die vraag is. Van daaruit inderdaad, deze sheet is denk ik voor jullie ook wel heel belangrijk, dat jullie in ieder geval weten wanneer er vragen zijn voor een specifieke klant. En jullie weten waar deze klant ook woonachtig is, dat jullie met het sociaal team contact kunnen opnemen voor een stuk ondersteuning. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te weten. Maar deze sheet komt nog ver. Later ook nog terug, dus vandaar. Het is zo dat ik mijn stukje vanuit Wij Zijn nu wil afsluiten en het woord wil geven aan mijn collega's van cliëntondersteuning, Alicia en Gita, die jullie mee gaan nemen in hun discipline cliëntondersteuning. Nou, hallo allemaal, goeie avond. Ik zal me eventjes voorstellen. Ik ben Alicia van Assen. Ik ben sinds 3 jaar werkzaam bij Wij Zijn Traverse Groep als cliëntondersteuner. En ik ben werkzaam voor de gemeente Berg op Zoom. Misschien dat Gita zich ook eventjes kan laten zien. Ja. Zien jullie mij? Zie jij mij? Ik ben, ik ben Gita Gunst en werk net als Alicia sinds februari 2017 bij Wij Zijn Traverse Groep als cliëntondersteuner. Voordien hebben wij zo ongeveer 14 jaar bij Mee West-Brabant gewerkt, ook als cliëntondersteuner. En vanwege een verandering in de subsidie is Mee eigenlijk verdwenen in Bergen op Zoom en overgegaan naar Wij Zijn Traverse Groep. We wachten even op onze eerste sheet. Ja. In ieder geval van harte welkom allemaal. Ja, wij gaan jullie wat meer informatie geven over cliëntondersteuning. Er is veel te vertellen over cliëntondersteuning, maar we proberen het kort en bondig te houden. Zijn er vragen of jullie dat dan in de chats inderdaad willen zetten? En dan doen we deze na de presentatie van ons behandelen. Als het allemaal lukt binnen de tijd natuurlijk. En anders komen we er op een later moment op terug. Het programma van ons ziet er als volgt uit. Uitleg over wat cliëntondersteuning is, voor wie cliëntondersteuning is, de levensgebieden gaan we bespreken, de werkwijze, hoe wij te vinden zijn en de kansen en de samenwerking met jullie. Nou, wat is cliëntondersteuning? Hoort iedereen mij trouwens? Hoor jij mij goed, Gita? Ik hoor jou, okay. Ja. Ik ga ervan uit dat iedereen mij hoort. Ja.
Wat is cliëntondersteuning? Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden aan mensen met een beperking en hun omgeving. Cliëntondersteuning richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en de participatie. Nou, we hebben een filmpje voor jullie. En dat filmpje is eigenlijk van onze vorige werkgever mee. Wij hebben lange tijd bij meegewerkt voordat we 3 jaar geleden overstapten naar de Wijze en Traverse Groep. Cliëntondersteuning is eigenlijk bij heel veel mees in het land ondergedeeld. Maar de gemeente Bergen op Zoom heeft er 3 jaar geleden voor gekozen. Volgens mij heeft Gita dat al net gezegd. Om dat onder te brengen bij Wijze en Traverse Groep. Maar wij zijn toch zo brutaal geweest om even dit filmpje van internet te plukken. Om dit aan jullie te laten zien. Omdat het wel degelijk een goed beeld geeft van onze werkzaamheden. Alicia, het geluid staat niet aan. Staat het niet aan? Nee, dus ik denk dat je het best even opnieuw inderdaad kunt delen met schermgeluid. Met systeemgeluid bedoel ik. Inderdaad. Excuses mensen voor deze onderbreking. Het is niet iets wat we al dagelijks gedaan hebben. Ik hoop dat hij het nu wel doet. Naar de volgende sheet en ja. Kijken of de sheet, want ik heb dat. Dan ga ik de verkeerde kant op. Ja, nee hoor, prima. Even kijken, hier ga ik. Ja, hier moet ik zijn. Nog even een korte toelichting bij wat cliëntondersteuning nu precies is. Nou, wat we eigenlijk doen is samen met de cliënt in kaart brengen welke belemmering de beperking met zich meebrengt in het dagelijks leven. Maar nog meer leggen we eigenlijk de klemtoon op de mogelijkheden van de cliënt. Dus we kijken eigenlijk vooral naar wat kan de cliënt nog allemaal wel zelf. Ons streven is dan ook om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen met een beperking te versterken. Zodat zij regie ervaren over hun eigen leven. En ook zoveel mogelijk hun eigen keuzes kunnen maken.
We kijken samen met hen wat zij nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en om mee te kunnen doen in de maatschappij. Wij als cliëntondersteuners doen dat kosteloos. We zijn laagdrempelig, we hebben geen verwijzing nodig. En we zijn onafhankelijk van indicatieorganen en zorgaanbieders. Eigenlijk kunnen jullie de cliëntondersteuner zien als een soort van zorgmakelaar. Ik zie mezelf als een wegwijzer te midden van de zorg. En je mag van een cliëntondersteuner verwachten dat hij goed op de hoogte is van wet en regelgeving met betrekking tot leven met een beperking. Dan ga ik nu even verder naar de volgende sheet, waarin Gita iets zal toelichten over voor wie cliëntondersteuning nu precies bedoeld is. Ja, voor wie is cliëntondersteuning? Cliëntondersteuning is er voor mensen met een beperking en hun netwerk. Het is heel snel in het filmpje al voorbij gekomen. Maar wij richten ons voornamelijk op mensen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Mensen met autisme. Mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Mensen met niet aangeboren hersenletsel. Of mensen met licht psychische problematiek. Jongeren onder de 18 jaar, die kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin voor ondersteuning en begeleiding. Is er een indicatie voor de WLZ nodig, voor de wet langdurige zorg? Dan kunnen mensen daarvoor terecht bij ons. Wij ondersteunen hen bij deze aanvraag. Is er al een indicatie aanwezig? Dan is de afspraak dat Mee West-Brabant deze mensen ondersteunt bij hun vragen. Ja, dat is het eigenlijk. Okay. Het volgende dia. Heel even te denken, eerst filmpje of eerst zelf iets vertellen. Ik kies even voor om de levensgebieden zelf toe te lichten. Als iemand een beperking heeft, dan heeft die beperking natuurlijk in de meeste gevallen invloed op alle levensgebieden. Maar om het wat concreter voor jullie te maken, zal ik wat voorbeelden geven. Wat ik ook nog wil benoemen is dat we eigenlijk nooit het tegenkomen dat mensen met een enkelvoudige vraag beroep doen op cliëntondersteuning. Juist omdat het vaak heel veel overlap kent en ook een puzzel is. Als iemand problemen heeft op het gebied van werk en inkomen, is er vaak ook een probleem op het gebied van wonen. Nou, wat kun je je voorstellen bij wonen? Wat we gaan doen is samen met mensen kijken wat ze precies nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Sommige mensen kunnen dat prima alleen, anderen kunnen hun netwerk inschakelen. Als we merken dat mensen toch intensievere en langdurige hulp nodig hebben, dan gaan we kijken of het een goede oplossing is om beroep te doen op geïndiceerde hulpverlening. Dat kan vanuit de WMO, de WLZ. We kunnen ondersteunen bij het aanvragen van bijvoorbeeld ambulante woonbegeleiding. Misschien heeft iemand ook wel meer behoefte aan begeleiding, dan kun je denken aan beschermd wonen. Wat we eigenlijk doen is die aanvraag samen formuleren, dus goed de begeleidingsbehoeften in kaart brengen. We kunnen ondersteunen bij het keukentafelgesprek. En we kunnen meedenken over geschikte zorgaanbieders. Nou, voor wat betreft werk en inkomen kan ik als voorbeelden geven. Ondersteunen bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Maar ook bij het UWV het aanvragen van een beoordeling arbeidsvermogen. Kan toeleiden naar bijvoorbeeld een WAJON-uitkering. In dat opzicht stemmen wij ook heel erg af samen met de cliënt, met UWV, gemeente. Dus eigenlijk om trajecten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Nou, voor wat betreft financiën kunt u denken aan het opstellen van een budgetplan, meekijken naar schulden, bewindvoering aanvragen, vragen over PGB komen we ook tegen. Vrije tijd, dan kunt u denken aan het samen meekijken naar hoe iemand toch zo gestructureerd mogelijk zijn dag kan doorbrengen. Ik zelf ondersteun vooral mensen met autisme. Die hebben vaak behoefte aan toch wel een schematische invulling, waarin ze ook een mooie balans hebben tussen inspanning en ontspanning. Vrijwilligerswerk, daar kunnen we in meedenken. Het is wel een opsomming op deze manier, maar goed, ik ga toch nog eventjes verder voor de concrete voorbeelden. Vervoer, aanvraag deeltaxi,
valiespas, scootmobiel. De cliëntondersteuner kan ook, en dat komen we eigenlijk toch ook wel heel veel tegen, meedenken met mensen over relationele problemen, emotionele, sociale problemen, licht psychische problemen. Voorbeelden die ik daarvan kan geven is, nou ja, gisteren was ik nog met een collega een training aan het geven voor mensen met een beperking en dan gericht op opkomen voor jezelf. Hebben we ook partnergesprekken. Ik ondersteun veel mensen met autisme, dus ik heb soms gesprekken met de partners, samen met mensen met autisme. Het is zoals u hoort heel breed. Maar eigenlijk zeg ik meestal tegen cliënten van, als je een vraag hebt, stel de vraag. We kunnen met alles meedenken en meekijken. Ga ik nu nog even een kort filmpje laten zien van een cliënt die even een kort gesprekje heeft met zijn cliëntondersteuner. Ik ben Tony. Ik heb twee jaar terug een hersenstaminfarct gehad. Zit in deze stam in de nek. Ja, je bent denk ik altijd kwijt. Je werk, de hele wereld valt lijkt in elkaar. Alles ben je altijd kwijt. Zelf een stukje intimiteit, je bent gewoon niks meer. Ik ben Nienke en ik ben cliëntondersteuner bij WLZ Cliëntondersteuning, onderdeel van Thuis Inco. Tony lag in het verpleeghuis toen ik hun leerde kennen, hij en Anja. En voor hem was duidelijk, hij wilde gewoon naar huis. Dat was zo klaar als een klontje. Het is gewoon een soort sterfhuis. Mensen zijn oud en daar dat ze zijn. Ik hoor hen niet thuis, ik ben er wel te jong voor. Voor het verpleeghuis is dat wel een beetje bijzonder, want gebeurt niet iedere dag dat iemand naar huis wil. En we moesten ook gewoon kijken wat kan. Is het überhaupt haalbaar? En hoe gaan we dat dan regelen? En ik ben vooral met Tony en met Anja in gesprek gegaan om te kijken wie zijn zij? Wat voor mensen zijn dit? En door ze echt wat beter te leren kennen, weet je ook waar hun wensen en behoeften zitten. Je wilt valt eigenlijk niks uit elkaar. Daar heb je behoefte aan steun. Ja, dat hebben we wel in Inco gevonden. We helpen met de weg, de gemeente, de voorzieningen, de verwarming van de woning, de douchestoel, de gewoon praktische dingen, de rolstoel, het vervoer, maar ook alles wat achter zit, de financiële gedeelte. Maar ook hoe ga je je dagelijkse inrichting van je leven doen? Wat vind je leuk en waar ligt je passie? En samen hebben we gekeken naar een vorm van dagbesteding. En dat is uiteindelijk schilderen geworden. Hij heeft nog nooit geschilderd. En hij schildert nu een aantal ochtenden in de week. En dat doet hij echt heel erg mooi. Heel bijzonder. Ondanks zijn beperking doet hij dat echt fantastisch. En naast het stukje dagbesteding bijvoorbeeld ook het koken. Hij doet weer zelf koken met hulp. Ja. Leren je fijne motoriek weer goed onder controle te krijgen. Hoe snij je? Wat zijn je vaardigheden? Daar is hij nu heel druk mee. En dat zijn maar kleine dingen voor mij als cliëntondersteuner. Maar dat is wel een hele grote impact bij hem in het leven. En dat vind ik wel heel mooi aan het beroep cliëntondersteuner. Dat je toch echt een stukje mee kunt helpen om dit allemaal vorm te geven. Ik had het niet mooi kunnen zijn. Ja, fantastisch. Ja, dan ga ik wat meer vertellen over onze werkwijze. Wij beginnen met een uitgebreide hulpvraagverduidelijking.
We nemen daar ook echt de tijd voor, ook om juist die verschillende levensgebieden te doorlopen. En ook de vraag achter de vraag duidelijk zien te krijgen. Indien nodig doen we dat met ondersteuning van visualiseren. We werken veel op de flap, hè, dat we dingen opschrijven. Of tekenen als mensen moeilijk kunnen lezen en schrijven. Regie over eigen leven, dat is het uitgangspunt. We gaan uit van wat iemands talenten zijn. Wat gaat goed? Wat kan beter? En hoe dan? We proberen daarnaast ook het netwerk daarbij te betrekken. Wij staan naast de cliënt. We gaan indien nodig dus bijvoorbeeld mee ter ondersteuning naar afspraken. Bereiden dan gesprekken samen voor. Gaan dus samen naar een afspraak en ondersteunen ook indien nodig bij het realiseren van de zorg. En dat gaat allemaal in overleg met de cliënt. We sluiten aan, zoveel mogelijk aan bij de cliënt. Proberen ook onze taal aan te passen. Niet te veel moeilijke woorden te gebruiken. Toch regelmatig even te herhalen als mensen daar toch moeite mee hebben. We checken dan ook of mensen het goed hebben begrepen. We kijken of iemand ondersteund kan worden door het voorliggend veld. Vanuit bijvoorbeeld het Wijzijn Traverse Groep of andere vrijwilligersorganisaties. We bemiddelen bij het vinden van bijvoorbeeld een passende zorgaanbieder, als dat de vraag is. Als er dus bijvoorbeeld geïndiceerde zorg nodig is. Of bijvoorbeeld in contact met de ISD. Dat is ook wel weer heel breed, het kan ook wel van alles zijn. We behartigen belangen als iemand het bijvoorbeeld zelf even niet kan. Soms nemen we ook wel eens in overleg iets over. Uiteraard proberen we toch zoveel mogelijk de cliënt zelf te stimuleren, maar soms... Ja, vanwege allerlei problemen lukt dat soms niet. En dan nemen wij dat stukje soms tijdelijk over. We hebben een brugfunctie. En we slaan een brug tussen de cliënt en andere instanties. En we zijn daarbij onafhankelijk van andere zorgaanbieders of instanties. Nou, kansen en samenwerking. Nou, we zijn natuurlijk heel blij dat jullie deze presentatie hebben willen bijwonen. En we hopen ook dat we elkaar sneller weten te vinden naar aanleiding van deze presentatie. Ik kan me voorstellen voor jullie als praktijkondersteuners en huisartsassistentes. Van sommige patiënten weet je dat er sprake is van een beperking. Maar misschien van een heleboel mensen ook niet. Vandaar dat het ons goed leek om toch wat eventuele signalen te noemen. Wij denken daarbij aan cliënten die misschien heel vaak langskomen, heel vaak hun verhaal willen delen. Cliënten die hun afspraak vergeten, heel vaak afspraken niet nakomen. Mensen met een beperking kunnen veel bevestiging en duidelijkheid nodig hebben en daarom vragen. Communicatieproblemen kan een signaal zijn. Nou, soms kan ik me voorstellen dat jullie zelf ook wel vermoedens hebben van wellicht een lagere IQ. Psychosomatische klachten zullen absoluut voorkomen bij mensen met een beperking. Zeker als er sprake is van overvraging. En vaak zie je toch ook wel dat als er al een probleem aan de hand is, dat er dan ook wel problemen spelen op meerdere levensgebieden. Als jullie merken dat patiënten meer ondersteuning kunnen gebruiken of bij vermoedens van een beperking, dan willen Gita en ik in ieder geval aangeven... Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ja, hierbij vinden jullie onze gegevens, onze e-mailadressen en onze rechtstreeks mobiele nummers. Uiteraard op werkdagen zijn we daarop bereikbaar. Mocht het zo zijn dat we niet bereikbaar zijn, spreek gerust een bericht in en dan bellen wij als het kan zo snel mogelijk terug. Alicia en ik zijn nu vanavond met z'n tweeën. Maar we zijn nog met twee andere collega's in het groepje cliëntondersteuning. Dat zijn Monique Karels en Janita Eversdijk. Alleen hebben we hun even niet genoemd, want eentje is met zwangerschapsverlof. En de andere is beperkt bereikbaar vanwege ziekte nog. Dus willen jullie eens iets bespreken? Neem gerust contact met ons op. En wij kijken dan verder wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we het verder aan gaan pakken. Volgens mij krijgen jullie ook een uitdraai van deze presentatie. Dus
zodat jullie alle gegevens bij de hand hebben. En dan hebben we nog een overzicht van onze wijkteams, zoals Marloes al in het begin liet zien. Dan zien jullie inderdaad de 6 teams weer staan. En voor aanmeldingen kunnen jullie het betreffende telefoonnummer bellen. En hiermee zijn wij aan het einde van ons stukje, uitleg cliëntondersteuning. Dus we zijn benieuwd of het duidelijk is, of dat er nog vragen zijn. Volgens mij zie ik nog geen vragen in de chat. Als er vragen zijn, typ ze gerust. En zo niet, dan gaan we gewoon verder en dan... Neem ik aan dat onze collega's van Mantelzorg het stokje overnemen. Ja. Oh, leuke reactie. Marloes en Eline, zijn jullie er nog? Dan gaan ze. Okay, dan moeten wij even alles uitzetten. Ja. Goedenavond allemaal. Ik hoop dat voor jullie het scherm duidelijk is. Ik zal hem even op presentatie zetten. Even zien. Mocht het niet duidelijk zijn, dan zie ik het graag eventjes in de chat. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Eline Kuijlen en ik ben werkzaam bij het steunpunt Mantelzorg in Bergen op Zoom. Samen met mijn collega's Katja Klein, Marloes Rutte en Maureen Jacobs. Wij willen jullie vanavond graag eigenlijk vertellen wat wij als steunpunt Mantelzorg allemaal doen en kunnen betekenen. En we zijn daarom ook erg blij dat jullie aansluiten, omdat we ook van mening zijn dat samenwerking ook juist met de huisartsen en de praktijk van belang is. Voordat ik jullie wil vertellen eigenlijk wat het steunpunt Mantelzorg allemaal betekent en wat we doen, hebben we voor jullie een filmpje waarin we eigenlijk toelichten wat het belang is van een goede samenwerking. Nederland telt 3,5 miljoen mantelzorgers. Zij zorgen voor een zieke of beperkte naaste. In de gemiddelde huisartspraktijk is 1 op de 5 patiënten mantelzorger. Mensen zorgen vanzelfsprekend en uit liefde voor hun naaste. Maar veel mantelzorgers voelen zich overbelast door hun zorgtaken. Ze hebben veel moeite om op tijd hulp te vragen bij de zorg. Ze vinden dat ze het allemaal zelf moeten kunnen en zorgen in stilte. Maar mantelzorg duurt vaak lang en wordt steeds zwaarder. Er komen steeds meer zorgtaken bij, die vaak gecombineerd worden met een drukke baan of gezinsleven. Mantelzorg blijft vaak niet zonder gevolgen. Zo laat onderzoek zien dat de levensverwachting van mantelzorgers van dementerenden als gevolg van chronische stress met 4 tot 8 jaar afneemt. Ook hebben ze 2 keer zoveel kans op een depressie. Mantelzorgers van mensen met psychiatrische problemen zijn meer dan gemiddeld belast. 10% van hen heeft later zelf psychische klachten. En jongeren die zorgen voor hun ouders krijgen meer te maken met problemen in hun ontwikkeling en moeilijkheden op latere leeftijd. Hulpverleners in de eerste lijn kunnen ervoor zorgen dat mantelzorgers tijdig goede ondersteuning krijgen, zodat de kans op problemen en overbelasting vermindert. De huisarts, praktijkondersteuner en assistenten komen vaak als eerste met mantelzorgers in aanraking. Soms zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben. In de huisartsenpraktijk komen mensen die de patiënt naar de huisarts begeleiden of aanwezig zijn bij huisbezoeken, maar ook mantelzorgers die zichzelf als patiënt melden, bijvoorbeeld met rug, nek of hoofdpijnklachten. Wanneer huisartsen mantelzorgers actief betrekken bij de behandeling van de patiënt, heeft dat een positief effect op de therapietrouw en kan opname worden uitgesteld. Aandacht voor mantelzorgers hoeft niet ingewikkeld en tijdrovend te zijn. Om een mantelzorger vroeg in beeld te krijgen, kan de huisarts nieuwe of bestaande patiënten vragen of zij misschien zorgen voor een naaste of zelf zorg ontvangen. Hij kan hier eventueel een aantekening van maken in zijn patiëntendossier. Mantelzorgers stellen het zeer op prijs als de huisarts ook vraagt hoe het met hen gaat, of zij de zorg nog volhouden. En of ze misschien vragen hebben over de ziekte en behandeling van hun naasten.
De huisarts kan mantelzorgers als geen ander overtuigen om af en toe even gas terug te nemen. Als er meer nodig is, kan de huisarts mantelzorgers verwijzen naar andere hulpverleners en organisaties voor mantelzorgondersteuning. Er is lokaal vaak veel meer ondersteuning beschikbaar dan gedacht. En deze gedachte alleen al is voor de mantelzorger een steuntje in de rug. Oog hebben voor het welzijn van mantelzorgers draagt bij aan goede patiëntenzorg. Dit voorkomt overbelasting en zorgt ervoor dat naasten hun mooie werk met voldoening kunnen blijven doen. Help voorkomen dat de mantelzorger een patiënt wordt. De toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk helpt u verder op weg. Hier wil ik even een korte filmpje om inderdaad toe te lichten van waarom wij het zo belangrijk vinden, zo fijn vinden om met de praktijken samen te werken. Even kijken of die verder wil gaan. Ja. Nou goed, vooraf even, wat is mantelzorg? Ja, mantelzorg is eigenlijk het langdurig en onbetaald zorgen voor een naaste met ofwel een chronische ziekte, met iemand met een handicap of een hulpbehoevende partner. En wat daarbij goed is om te vermelden is dat het geen vrijwilligerswerk is. Het is namelijk iets wat jou overkomt. En in vele gevallen is het niet iets waar je voor kiest. Het overkomt je als gezin of als familie. Dus vandaar dat we dat even willen benoemen. Het is inderdaad zo dat 32% van de mensen ouder dan 18 jaar op dit moment mantelzorger zijn. Wat neerkomt op 4,8 miljoen. Nou, dat is een hele hoop. Wat ook betekent dat zoveel procent in de gemeente Bergen op Zoom mantelzorger is. En van deze 4,8 miljoen mensen is ongeveer 190.000 mensen zijn overbelast. Daarnaast is er een groot percentage dat zich eenzaam voelt van 43%, wat eigenlijk best wel zorgelijk is. Gaan we dan naar Bergen op Zoom kijken, dan zijn er totaal 66.354 mantelzorgers. Inwoners, waarvan 16.949 mantelzorgers en 1458 mantelzorgers voelen zich overbelast of zijn overbelast. Als we kijken naar Bergen op Zoom, hebben wij op dit moment bij het steunpunt 293 mantelzorgers die bij ons in beeld zijn. Wat inhoudt dat ze bij ons geregistreerd staan en dat wij ze informeren met onder andere nieuwsbrieven, ook webinars zoals wij dit op deze manier doen. En daarnaast zijn er 150 jonge mantelzorgers nu bekend. En de jonge mantelzorgers die bieden wij ondersteuning samen ook met de gemeente Woensdrecht en Steenbergen. In de vorm van activiteiten, ondersteuning en lotgenotencontact. Nou goed, en wat is op dit moment nou bekend van de mantelzorger? Nou, wat bekend is, is dat de man-vrouw verdeling is ongeveer 58% van de mantelzorgers op dit moment zijn vrouw. En 42% is man. Dus moet ik eerlijk zeggen, ik had gedacht dat het minder een grotere verdeling zou zijn, maar het is best nog wel een balans. Ja, en het meest wordt gezorgd voor de naaste waarvan, ik moet even spieken, ik heb hier de cijfers stiekem naast me. 42% zijn ouders of schoonouders. Daarnaast zijn 13% partners. 6% zijn kinderen. Even goed kijken. En 17% is een vriend of buur, en waarvan 20% een overige naaste is. Ja, en waarom geven we mensen mantelzorg? Wat ik net al zei, het overkomt je vaak. En je geeft mantelzorg, hè, omdat het iemand die langdurig ziek is, iemand die een beperking heeft of een chronische aandoening. En mantelzorg houdt eigenlijk in dat je op verschillende vlakken zorg biedt. Het gaat om het begeleiden, het ondersteunen. Meegaan naar huisartsbezoeken, naar ziekenhuisbezoeken, administratie die je bijhoudt, algemene dagelijkse levensbehoeften die je voorziet. Dus eigenlijk moet je als mantelzorger van alle markten thuis zijn om de ondersteuning te bieden. Naast vaak ook je baan of het huishouden dat je runt. En we hebben hierbij een verdeling van verschillende rollen, wat we weergeven in het SOFA-model. Nou, je ziet eigenlijk, het allereerst is je persoonlijke relatie. Naast dat je ook een partner hebt, werk je met je partner samen. Dus het is niet alleen een partner, maar je moet een team samen vormen. Daarnaast ben je ook hulpvrager, want je vraagt samen met jouw partner of naast de hulp in ziekenhuizen, bij instanties,
Je faciliteert ook, want je moet zorgen dat van alles geregeld wordt. En daarnaast ben je ook nog expert, want als mantelzorger benoemen we ook vaak, hè, jij bekent jouw partner als geen beste, daarin ook de zorg. Dus je moet van alle markten thuis zijn om de zorg zodanig te bieden voor jouw naaste. Goed, even nu praktisch waarvoor je terecht kunt bij het steunpunt mantelzorg. Allereerst geven we informatie en advies. Nou, dat doen we op verschillende manieren. We doen onder andere bijeenkomsten die we op dit moment vormgeven middels webinars, ook voor mantelzorgers. Zo hebben we een webinar middels gegeven over het zorg voor iemand met NAH, hoe je in balans blijft met iemand met psychische klachten, over het huis van morgen. We bieden ook emotionele ondersteuning, hè, van hoe blijf ik nu in balans als mantelzorger, hoe houd ik het vol? Dat doen we zowel bij ons op kantoor of we komen thuis om te kijken hoe de thuissituatie is. Wat ik aangaf, we geven webinars, maar ook workshops en activiteiten. En die activiteiten doen we ook op dit moment voornamelijk voor de jonge mantelzorgers. Ze hebben vorige week in het kader van de Week van de Jonge Mantelzorger hebben we activiteiten georganiseerd samen met Woensrecht en Steenbergen. Dat doen we enerzijds dat de jongeren elkaar kunnen ontmoeten, dus het stukje lotgenotencontact. Maar anderzijds ook om gewoon even uit de thuissituatie te zijn en te ontspannen en gewoon even kind te mogen zijn en niet te zorgen voor of zorgen te maken over. Daarnaast doen we ook inzet met vrijwilligers, waarbij ik wil vermelden dat het een stukje maatwerk is. Het is van belang dat er een juiste match is en het zijn vaak ook specifieke hulpvragen. Gaat het om iemand met dementie bijvoorbeeld of iemand die bepaalde ondersteuning nodig heeft? Dat kunnen niet alle vrijwilligers, dus daarin is maatwerk zeker van belang. Maar we bemiddelen ook naar respijtzorg, hè, van als iemand het gewoon lang vol wil houden, maar het op dit moment zwaar is. En bijvoorbeeld of een weekend weg wil, of gewoon één dag in de week naar vrienden wil kunnen gaan. Of een partner die, ik noem maar iets, elke dinsdagavond wil biljarten. Dan kijken we van wat is mogelijk, zodat je nog wel die ruimte voor jezelf kunt vinden. Daarnaast hebben we jaarlijks de mantelzorgwaardering. Dat doen we altijd in november, want dan is op 10 november ook altijd de dag van de mantelzorg. En de mantelzorgwaardering bestaat jaarlijks, ja, vrijwel jaarlijks uit een VVV-bon met daarbij iets praktisch. Dit jaar geven we het boekje Klein Geluk voor de mantelzorger. En daar staan eigenlijk allerlei recepten in voor mantelzorgen, hoe je nu eigenlijk lief voor jezelf mag en kan zijn. Dus, en met daarin moet ik even goed nadenken, volgens mij 7 verschillende thema's. Bijvoorbeeld ontspanning. Nou ja, je doet het boekje open, je kijkt bij ontspanning en daar staan dan zeg maar 10 recepten in hoe jij als mantelzorger kunt ontspannen. Nou ja, daarnaast doen we nog veel meer verschillende dingen. Ook netwerkversterking, het op de kaart brengen van mantelzorgers voor voornamelijk de R en herkenning. Even kijken wat we merken in de praktijk. Nou goed, langer thuis wonen zorgt voor een grotere belasting. De mensen blijven steeds langer thuis wonen, maar de zorg wordt ook steeds zwaarder naarmate mensen langer thuis wonen. En mantelzorgers trekken eigenlijk vaak te laat aan de bel. Wat we merken is dat we mantelzorgers regelmatig zien als de zorg al hier zit. En ze met de handen in het haar zitten en niet meer weten hoe. Dus vandaar dat wij ook graag aandacht richten op het stukje preventie. Mantelzorgers moeten actief gevolgd worden. Wat ik net al zeg, ze trekken niet actief of zelf aan de bel. Dus is het van belang dat we blijven vragen hoe het gaat, of ze iets nodig hebben, waarbij we iets kunnen betekenen. En de vraag naar vrijwilligers groeit. Dat merken wij zelf erg, omdat steeds meer mantelzorgers de weg weten te vinden en zeggen van, ik zou zo graag een middagje weg willen of wat dan ook. En is hier een vrijwilliger voor? Ja, en het zien en signaleren van de mantelzorgers door professionals is gewoon van groot belang. En langzaam maar zeker zien we dat gelukkig ook toenemen, waar wij erg blij mee zijn. Dan heb ik hier het MESO-model, wat staat voor vinden, verbinden, verlichten en versterken. Het begint bij het vinden. En dat begint bijvoorbeeld bij de huisartsenpraktijk, bij alle zorgaanbieders in ziekenhuizen. Dus vandaar dat we ook hopen dat jullie de mantelzorgers zien en dat we op die manier samen de verbinding kunnen maken. Want het begint bij de R en herkenning. Op die manier kunnen we het netwerk versterken en samen met de mantelzorger kijken van hoe kan ik in balans blijven. Met mensen om me heen, met het formele netwerk, om vervolgens de mantelzorger verlichting te kunnen bieden. En ook de balans te kunnen vinden tussen de zorg voor, maar ook de eigen ruimte. En uiteindelijk hopen we op deze manier om samen met jullie, onder andere de POH's en de assistenten, maar ook de huisartsen,
om samen de puzzel te leggen om er voor de mantelzorger te zijn en te zorgen voor een mantelzorger die in balans is. Dan ben ik benieuwd, dit was even ja, kort maar krachtig denk ik, wat we vanuit het steunpunt doen wat betreft mantelzorgers. En als er nog vragen zijn, dan zie ik dat graag terug in de chat. Ik heb een vraagje, ik zie de chat niet namelijk. Oké, nou als je het scherm voor je hebt, ja? Dan zie je bovenin als het goed is, daar overigens niet op klikken graag, het stukje verlaten. En als u dan een paar icoontjes naar links gaat, staat er een soort tekstwolkje met twee streepjes erin. En als u daarop klikt, komt als het goed is aan de rechterkant een balk met de chat. Ik ga kijken. Overigens mag het ook zo hoor, want ja, we zijn klaar. Dus dat is misschien net zo fijn. Als u een vraag heeft, mag u hem stellen. Ik zie hem inderdaad. Kun je ook zonder gerichte zorgvraag verwijzen naar steunpunt mantelzorg? Zeker weten, hè, als jullie vragen hebben over wat zou eventueel hiervoor betekend kunnen worden voor deze mantelzorger of het zou fijn zijn om mee te denken, dan staan we daar gewoon heel erg voor open. Dus zeker weten. Ik zie dat er druk getypt wordt. Isabel, je kan hem ook inderdaad... Ik wou zeggen, je mag hem ook gewoon zo stellen. Als jullie vragen hebben, we zijn in principe klaar met de presentatie. Dus jullie mogen ook de microfoon uitzetten en gewoon de vragen mondeling stellen. Dat is geen probleem. Ook als jullie nog vragen hebben overigens voor onze collega's Alicia en Gita, zijn ze van harte welkom. Ik zie hier de vraag binnenkomen, wat is beter? Even kijken, er komen nu allerlei chats voor, dus ik kan hem even gauw niet lezen. Wat is beter, mantelzorger zelf met jullie contact op laten nemen of via POH GGZ? Dat mag beide in principe wat de voorkeur heeft, maar soms zien we wel dat de mantelzorger net dat extra stapje prettig vindt, omdat hij ook zelf niet gauw aan de bel trekt en de huisarts vaak getrouwd is. Dus jullie mogen ook zeker met ons contact opnemen, zodat wij met de klant of de mantelzorger contact op kunnen nemen. Beide is inderdaad mogelijk. Zijn er wellicht nog andere vragen? Nogmaals, ze mogen ook gewoon mondeling gesteld worden, dat is geen probleem. Wat misschien nog goed is om te vermelden, ik denk dat we dat niet zo benoemd hebben vanuit het steunpunt mantelzorg. Wij zijn ook bereikbaar via telefoonnummer inderdaad, wat vermeld is in het schema, daar we deel uitmaken van team 6. We zijn ook altijd bereikbaar via info@mantelzorgboz.nl. Ik zal hem nog even in de chat plaatsen. Dat er nog iemand aan het typen is in de chat. Ik zie hier nog een leuke reactie binnenkomen. Ik
Ik kijk even naar de andere collega's. Hebben jullie zelf nog dingen toe te voegen of zelf nog vragen? Anders is het misschien een idee om zo af te gaan ronden samen. Ik kijk ook nog even naar Willemien, want die is natuurlijk betrokken geweest. Willemien, heb jij zelf nog dingen waarvan je zegt dat wil ik nog graag toevoegen? Willemien moet even... Dan mag je even je microfoon aanzetten. Nee, dankjewel. Voor mij was het ook heel duidelijk. En we hopen in ieder geval dat we met z'n allen weer wat geleerd hebben van jullie webinar. Komt er nog een vervolg? Ja, het is zo dat we natuurlijk, wat ik al zei, we hebben heel veel disciplines binnen Wij Zijn. Dus ja. wij zijn eigenlijk degene die de aftrap hebben gegeven. Waarbij we inderdaad de handreiking naar jullie willen doen om te kijken of we... eigenlijk alle betrokken collega's met alle verschillende ervaring en ook net als de maatschappelijk werk en ja. ook onze collega's van opbouwwerk, om die ook een kans te geven om zich kenbaar te maken aan jullie, om zo inderdaad onze kennis en samenwerking met elkaar te vergroten. Dus ja, ons aanbod staat inderdaad dat wij... daarin inderdaad willen kijken met andere collega's om een vervolg hier aan te geven. En dat zal helaas aankomende tijd weer in een webinar vorm moeten, denk ik. Maar goed, in die zin, dit heeft ook de mogelijkheid dat andere collega's die er niet bij konden zijn, in ieder geval dat we die de opname kunnen sturen. Zodat ze in ieder geval wel op de hoogte zijn van alle mogelijkheden. Ja, ja, duidelijk. Voor ons is het soms... zoeken in maar een speld in de hooiberg om de juiste hulp te vinden. En daarom is het goed als er een vervolg zou komen. Ja. En dat we weten wie we direct kunnen bellen. Mensen zijn niet gebaat als we steeds een verkeerde hulpverlener op hun stoep zetten. En ik denk dat het juist is dat je weet wie je kan inschakelen. Dus, voor mij was het heel helder en Ben, bedankt jullie in ieder geval voor de inzet. En ja, hopelijk tot de volgende keer. Ja. Dankjewel. Jullie heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid en dat we dit mochten verzorgen. Mm. En voor nu is het zo dat wij inderdaad willen een vervolg daaraan zullen geven. En dat zullen we in overleg met jou doen, Willemien. Waarin we inderdaad... alsnog weer een webinar zullen organiseren vanuit andere disciplines, vanuit de Wij Zijn. Ja, dank.